ja, ik denk we moeten toch een keer proberen te anticiperen. En dat was wel een goed moment, dacht ik. En ik kreeg Chabert mee, dus dat was ook goed. Maar ja, dan kwam de achtervolging op gang, dus dat was eigenlijk een beetje jammer. En ja, toen eigenlijk een beetje herzetten en nog een keer proberen. En ik zat eigenlijk wel goed en ik wist op zijn Monza Pavel dat ze gingen. En ik zat 10 of zo. En ja, dat was eigenlijk wel goed, maar ja, er waren een paar die het wiel niet konden houden. En ja, dat duurde allemaal net te lang. En ik zat eigenlijk op 100 meter in die bocht. Ja, van voor trekken ze vol door, dus dan kom je daar niet meer zo 1, 2, 3 bij. En ja, toen was eigenlijk de koers al gelopen, want dan weet je dat je die mannen niet meer terug gaat zien. Ik sprak net Dylan van Baarle en die had het dus over zijn voorjaar kijken van dat hij de stapjes doet. En hij had er meer van verwacht, maar het gaat gewoon niet zo snel als hij wil. Hoe zie jij het voor jezelf? Ja, kijk, Dylan die staat natuurlijk wel, als je naar zijn resultaten kijkt van de laatste jaren, een stukje verder dan ik. Dus misschien dat die jongen inderdaad al iets meer ervan gehoopt had. Ja, ik groei nu langzaam naar dat niveau toe, denk ik. Dus ja, ik kan wel tevreden zijn met de stappen die ik zet. En nu is het ook aan mij om die volgende stap naar de echte finale, de echte topmannen te zetten. En dat is niet gemakkelijk, dat blijkt wel. Maar ja, dat is inderdaad de volgende stap. Wat dacht jij toen Gilbert met je meesprong op in het bos? Nou ja, dat was goed, hè. Ik denk, ik heb hier wel de geviseerde ploeg was, dus het was goed om die mee te hebben. Ja, toen kwam Bollet nog, dus dat je nog een ploeg die erachter stil kon gooien. Dus dat was eigenlijk wel goed. Maar ja, je weet ook, de rest rijdt hier wel om. Nou, weet ook dat Quickstep een beetje de ploeg is. Dus die hebben ze wel in het vizier. Dus ja, dat was dan achteraf ook een beetje spijtig. Maar ja, ik vond het eigenlijk wel een goed moment. Worden jullie een tijdje later worden jullie teruggepakt? Weet je dan dat het voor jou heel lastig wordt om vooraan die finale mee te doen? Nee, eigenlijk niet. Want ik voelde mij goed en het was niet dat ik daar eigenlijk al mijn pijlen verschoten had. En wat ik zeg, op Monza Pavel had ik het gevoel dat ik mee kon. Alleen ja, ik zat gewoon te ver en het brak voor me. En dat gat kreeg ik net niet meer dicht. En toen, ja, toen gebeurde het eigenlijk, maar dat was niet omdat ik die pijl had geschoten. Dat was vooral omdat ik te ver zat eigenlijk. Wat is aan het oordeel naar deze koers voor jou? Ja, goede koers denk ik. Ja, het is spijtig dat ik niet echt in de finale zit, maar ja, het ging eigenlijk wel lekker. Hoe is de schade met de blaren? Ja, het valt mee. Kan erger. Goed, dankjewel.